Goeiedag, mijn naam is Martijn Meijma van Intuïtief Ondernemen. Ik help ondernemers om zakelijk succesvol te zijn door de inzet van hun intuïtie. En dat zijn mensen niet vaak gewend. Privé wordt de intuïtie nog wel vaak ingezet bij het nemen van beslissingen of ja, ga ik dat wel, ga ik dat niet doen. En zakelijk moeten we plotseling heel veel rationeel bedenken en moeten we allemaal plannen maken. Nou, ik geloof daar niet zo in. En wat ik dus gezien heb bij heel veel van mijn klanten, is dat ook de intuïtie ingezet kan worden voor marketingdoeleinden. En sterker nog, als je dat niet doet, dan wordt marketing en acquireren wordt zwaar werk, wordt zwoegen, zweten. En dan lukt het vaak ook nog wel, hoor. Dan kan je dan een aardige boterham verdienen. Maar hoe zou het zijn als je gewoon moeiteloos kon acquireren? Als je op jouw manier met gemak nieuwe klanten naar je toe trekt? Nou, dat kan. Daar geloof ik in. Dat werkt bij mij. Dat werkt bij heel veel van mijn klanten. En daarvoor heb ik een workshop ontwikkeld, Intuïtieve Marketing. Deze workshop is gebaseerd op een aantal pijlers. De eerste pijler is dat jij als ondernemer, eigenaar van het bedrijf, dat je eigenlijk de belangrijkste factor bent in het succes van het bedrijf. En wat dus belangrijk is, is dat je als mens eens naar jezelf gaat kijken als ondernemer. Van hoe sta ik in mijn bedrijf? Hoe sta ik ten opzichte van mijn product, mijn dienst? Hoe geloof ik in mezelf? In hoeverre sta ik er toe om succes te hebben? In hoeverre durf ik zelf in het licht te staan? Durf ik me zichtbaar te maken? Allemaal vragen die op een wat persoonlijk, subtieler vlak liggen dan puur een brochure maken of een website in de lucht brengen. Dus het gaat erom, jij als ondernemer, die staat eigenlijk centraal als het gaat over intuïtieve marketing. En de tweede pijler is dat je vervolgens vanuit wie je bent en wie jouw bedrijf is en hoe je als bedrijf bent, dat je gaat kijken welke plek neem je in de markt. Want dat is ook een belangrijke. Mijn overtuiging is dat voor iedereen een goede plek is in de markt. Als je jouw passie volgt en met jouw passie in je bedrijf vormgeeft, dan is er voor iedereen een goede plek. Maar dat betekent wel dat je jouw eigen plek moet vinden, de plek van jouw bedrijf. En niet de plek van de buurman, de concurrent of van alle anderen die in je markt actief zijn. En dat is een hele belangrijke, om jouw unieke plek te vinden. Nou, daar gaan we in de workshop ook zeker naar kijken. Dan is de derde pijler, gaat over de intuïtieve informatie. Onderbewuste informatie is zoveel belangrijker en zoveel meer bepalend voor het succes van je bedrijf dan informatie die we rationeel via woorden met elkaar communiceren. Er is dus in die workshop ook heel veel aandacht voor die onderbewuste informatie, die onderbewuste laag. Nou, de vierde pijler, maar daar wordt in de workshop eigenlijk al veel minder aandacht aan besteed, is, hoe ziet dan je website eruit? Wat communiceer je? Wat is je elevator pitch? Dat komt eigenlijk pas als laatste. Dus in die workshop, die is eigenlijk van mensen die wel weten wat hun passie is, wat hun talent is, en die daar ook een bedrijf al voor hebben. Het kan in je eentje zijn, het kan met een aantal mensen zijn. De workshop is ook wel geschikt voor bedrijven die veel groter zijn. Maar ik merk dat vooral ZZP'ers en kleine ondernemers naar de workshop komen. Nou, het is belangrijk dus dat je al wel een beetje weet van waar ben ik nou goed in en wat wil ik in de wereld gaan zetten. En deze workshop die richt zich dan vooral op van zijn er nog belemmeringen, zijn er nog overtuigingen, zijn er nog dingen die jou in de weg staan als mens om succesvol je bedrijf in de markt te zetten. Vervolgens wordt er ook gekeken van wat is dan jouw unieke plek in die markt en hoe kan je die plek innemen. Dus dat daar besteden we ook aandacht aan. En tenslotte is er aandacht voor die onderbewuste signalen. Wat zend jij onbewust uit naar de markt en welke informatie kan je uit die markt halen? En kan je verklappen, die informatie is zo waardevol als het gaat om marketingbeslissingen, acquisitiebeslissingen. Er zal geen aandacht zijn in deze workshop voor de 4 P's, plaats, product, prijs, promotie. Er zal geen aandacht zijn voor hoe je een goede marketing tekst schrijft op je website of wat je elevator pitch zal zijn. De ervaring is wel dat door middel van de informatie uit deze workshop je heel makkelijk eigenlijk deze informatie boven tafel krijgt en kunt gebruiken om vervolgens zelf deze meer rationele
marketinguitingen te gaan maken. Dit is dus een workshop voor ondernemers die graag eens op een andere manier aan de slag willen met marketing. En die ook bereid zijn daarbij om naar zichzelf te kijken. En die ook bereid zijn om een nieuwere weg te bewandelen. Een weg die nog niet zoveel bewandeld wordt in ondernemersland. Wat we gaan doen, we gaan onder andere met een aantal bewezen technieken die ik heb gebruikt in mijn coaching en in workshops. Die heb ik gebundeld in deze workshop. En die gaan we gebruiken om al die informatie boven tafel te krijgen. En om jou op een makkelijkere manier meer klanten te laten krijgen. Een van de methodieken is opstellingenwerk. Ik werk heel veel met organisatieopstellingen, marketingopstellingen en familieopstellingen. Nou, in deze workshop zullen we verschillende vormen gebruiken om te kijken van wat is er nou nog nodig voor jou om succesvoller in die markt te komen. We maken ook gebruik van een visualisatie. Visualisatie is een hele krachtige techniek om je verstand eigenlijk te passeren en informatie beschikbaar te krijgen die de kern raakt. Nou, in deze visualisatie ga je ontdekken van wat is nou jouw unieke plek in die markt? Wat maakt jou nou zo uniek? Wat is nou jouw doelgroep? Dus weet je die nog niet helemaal? Die gaan we ook in deze workshop helder krijgen. En hoe kun je nou die doelgroep benaderen? Dat zijn twee belangrijke elementen die ik ga gebruiken in de workshop. En tenslotte zullen we ook werken met intuïtiekaarten. En dat zijn kaarten die je inzicht geven. Die trek je intuïtief en die geven jou antwoord op bepaalde vragen. Of die geven je net een duwtje in een bepaalde richting. Of die geven een soort inzicht of bevestiging. Nou, en daarmee hebben we een heel mooi pakket aan methodieken. Waarmee je echt een goede boost kan geven aan je marketing van je bedrijf. En een boost die moeiteloos mag gaan. Waarbij je kan ontdekken van hoe kan ik nou op mijn manier marketing doen. Dat hoor ik ook wel vaak. De mensen zeggen, oké, dus ik hoef niet helemaal te doen zoals in die boekjes staat, waar ik eigenlijk helemaal niet van hou. Of, ik dacht dat het altijd zo moeilijk was om marketing te doen, maar als ik het zo mag doen, dan heb ik er wel zin in. Dan wordt het wel echt leuk om marketing te doen. Want marketing en acquisitie is leuk, het mag ook leuk zijn. Tja, dit is eigenlijk wat de workshop jou te bieden heeft. En ik zou het leuk vinden om je te ontmoeten op de volgende workshopdag. Je kunt je inschrijven op deze website. Je kunt me ook altijd nog een telefoontje plegen om eens even door te spreken of deze workshop echt wat voor jou is. Of misschien een van mijn andere workshops. Ik wens je een hele fijne dag toe nog.